Wat gewoon betekent dat je melk. Nee. Even op. Melkpaaien. Ja. Lieve mensen, welkom bij een nieuwe Dat Kan Toch Niet Vegan, waarin ik dingen vegan ga maken. Dingen waarvan je denkt, dat is toch vlees of dat is toch van dierlijke producten. Nee, ik ga het proberen. En vandaag gaan we kip maken. Er ging de afgelopen tijd een filmpje viral op TikTok, waarbij mensen met twee ingrediënten vegan kip gingen maken. Nou, dat ga ik vandaag ook doen. Ik moet het toch ook eventjes zelf proberen. En iedereen noemt het nu vegan TikTok kip. Maar eigenlijk is het gewoon seitan. En als je een beetje een vegan bent, dan weet je wat seitan is. Challenge. Ik eet seitan wel vaker. Ik vind het een hele lekkere vleesvervang. Omdat het heel soort van mals is. Je krijgt een soort van... Ja, weet ik veel, als je het goed kruidt en dan heeft de structuur heeft iets weg van biefstukreepjes. Dare I say it? Ik ga vandaag niet alleen de TikTok kip maken, de seitan. Ik ga het ook op een andere manier doen. De TikTok versie start je met één deel bloem en een deel water, maar misschien wel wat minder, denk ik eigenlijk. Je wil een stevige bal in je hand hebben. Nou, dat zet je eventjes weg en daarna wil je er water bij doen en dat kneed je en dat doe je ongeveer om en nabij 14.000 keer opnieuw totdat het water bijna helemaal helder blijft. Nou, en dan heb je dus dit skitterends. De tweede versie is simpelweg gemaakt van speciale seitanmeel gemixt met bouillon, kort kneden tot een lekkere bal. Kortom, veel minder werk, toch prettig. Terug naar de studio. Zo, ik heb twee gore deegjes. Nu al zin in. Ja, dit is de gemaakte seitan, zeg maar, de TikTok variant. En dit is die met gewoon het seitanpoeder. Wat we nu gaan doen, ik ga ze allebei hetzelfde kruiden, omdat ik natuurlijk de smaak... Ja, ik wil kijken gewoon welke natuurlijk beter smaakt, ook qua structuur. Dus ik ga ze hetzelfde klaarmaken. Ze voelen wel anders. Welkom bij Kleien met Marije. Goed, ik ga American Steakhouse kruiden gebruiken. Wat peper, want dat zit daar niet in. Nog wat extra uienpoeder. En nog wat paprikapoeder. Wat vinden jullie trouwens van mijn shirt? Want die heb ik dus zelf gekleurd met rode kool. Je zou het niet zeggen. Oké, zoom er even in, jongens. Die lijkt zachter qua structuur, toch? Ja. Slijmeriger. Slimy chicken. Nou, nu al zin in. Wat we met de kip gaan doen, is we gaan het bakken in bouillon. Oh? Bouillon. In grote bouillon. Dus niet koken, maar bakken. Ja, whatever. Kakkenboter. Kakkenboter. Ze zijn kakken. Goed, ja, dus dat gaan we doen. Ja, ik zit toch twijfel of ik niet een beetje boter erbij moet doen. Ik denk dat het wel lekker is, denk je? Plantaardeboter natuurlijk. Niet boter de kat. Oké, ik heb wat boter verwarmd. Ik heb er een beetje bouillon bij gedaan, een laagje. En dan ga ik nu dit drapje erin leggen. Lekker Nederlands gekookte kip. Oké. Dat ziet er heel duidelijk uit. Ja. Jezus, wat een klomp is dit geworden. Dit is dus de TikTok versie, zeg maar. En dit is met de... Oh, hij duikt helemaal in. Zie je dat? Hij is helemaal... Oeh. Maar wel nou, it looks like chicken. Crunchy velletje. Ja. Yeah. Okay. Oh, huh? Kijk, het is helemaal een beetje luchtig. Ik heb een broodje gemaakt. Luchtige kip. Kipbrood. Ik heb ondertussen al gemerkt dat ik de TikTok variant niet helemaal goed heb gedaan. Dat is... Even een momentje voor de verbazing. Huh? Dus ik zal het originele filmpje wel even linken in de videobeschrijving. Dan kun jij het wel goed doen. Dit is de TikTok versie.
minder kattenhaar is misschien. Deze is nog heel slijmerig. Heel squishy. Oké. Okay. Wel lekker smoked smaakje. Oké, okay, dus de kruiden vind jij wel lekker? Nou, ik denk, het is niet kip. Ik had kipkruiden moeten gebruiken gewoon. Oké, dan nu de prefix seitan meel. Veel lekker hoor. Oh. Maar ook raar. Rare structuur. Lekker maar raar? Het smaakt meer naar een soort omelet van kip. Omelet van kip. Ja. Tijd voor de nuchtere Nederlander test. Ja. De nuchtere Nederlander test. De nuchtere Nederlander gaat er een broodje van maken. Een broodje kip. Met de Nederlander gaat duidelijk niet douchen of zo voordat hij op tv moet. Visually ziet het er wel uit als iets wat ik in een mond wil stoppen. Barbecue saus. Nou, de homemade TikTok. Oh, oh nee. Oh hé, nee. Oh, wat doe je me aan? Godverdamme. Jezus. Hoe heb je dit net naar binnen? Godverdamme. Oh. Vind je niet lekker? Dit is alsof ik rauwe ingewanden zit te vreten ofzo. Wat? Die smaak ook. Oh, nee. Maar is het niet tof dat je dan rauwe ingewanden kan eten, maar het wel vegan is? Blijf toch hangen. Het is echt vies. Nou, niet zo zuiver. Dit is by far het smerigste dat ik gegeten heb in deze serie. In deze keuken, überhaupt. Nou, zeg. Het is echt gadverdamme, wat is dat goor? Nee, kan maar het vast. Alright. Oké, ik was even bang. Ik hield mijn hart vast. Dit is wel, dit is niks moet ik uitmaken. Is dit, zou je het lekker noemen, cijfer? Ja, ik denk dat ik nog even langer kleinere stukjes moet maken. Dat nog even opbakken. Mm-hmm. En dan is het best wel prima, denk ik. Hier kan je wel een soort kipswarma-achtige units van maken. Dat toch? Ja. Dit is lekker. Dit is de duivel op een broodje. Ja. Oké, okay, ik ben de beroerdste niet om te bekennen dat dit misschien niet een groot succes was. Als het jou beter lukt, laat het me vooral even weten. Tag me op Instagram of schrijf in de comments. Bedankt voor het kijken, lieve mensen. Tot de volgende keer. Oh, wat gaan we hier nou niet doen? Ja. Oh, dat was...